Ik ben Nadine Noordam. Ik speel bij de ADO-vrouwen nu het derde jaar en op het middenveld tenminste. En de vraag is natuurlijk uiteraard weer, ja, jammer, maar hoe was de wedstrijd naar jouw beleving? Ja, balen. Ik denk de wedstrijd dat Ajax over het algemeen veel meer de bal had. En dat wij eigenlijk vooral de eerste helft heel compact stonden. De tweede helft, toen zij de 1-0 scoorde, moesten wij wat meer vooruit gaan druk zetten. En vooral bij de 2-0 was het natuurlijk alles of niks. En we hebben er hard voor gewerkt. Het is helaas niet tot de uitslag gekomen waar we op hadden gehoopt. Was het een moeilijke wedstrijd voor jullie? Ja, dat is eigenlijk misschien een vraag naar de bekende weg, hè? Ja, het was een moeilijke wedstrijd natuurlijk als je tegen Ajax speelt wat een goed team is, wat heel goed kan voetballen. En ook zoals je zag heel goed onder de druk uit kon voetballen. En dan blijf je inderdaad achter de bal lopen waardoor je heel veel energie verspilt. En waardoor we net niet aan aanvallen toekwamen, wat heel jammer was. Want daardoor konden wij ook niet heel veel kansen creëren om zelf tot doelpunten te komen. En was het eigenlijk meer het tegenhouden. Ik vind wel dat we dat heel goed hebben gedaan. Dat we heel goed compact hebben gestaan en heel goed verdedigd hebben met z'n allen. En het echt als team hebben gedaan. Alleen dan krijg je de 1-0 weer tegen uit de spelafvatting, wat ons vaker gebeurt dit seizoen. En ja, dat is gewoon heel zonde. En dan heb je 1-0, dan ga je inderdaad verder vooruit. En dan valt de 2-0. En dan, de eerste helft, zij hebben veel lopende mensen vanuit het middenveld. En de eerste helft hebben we dat goed opgepakt. En veel in de zone gespeeld met veel communicatie. En de tweede helft merk je toch, op een gegeven moment gaan we natuurlijk 1-op-1 spelen. Dus je hebt een directe tegenstander. En als zij veel gaan lopen en wij eigenlijk iets meer de lange bal gaan spelen om nog iets te forceren, dan krijg je natuurlijk gaten in het midden. En dan is het soms lastig om erbij te blijven. Maar ik vind dat we het over het algemeen goed hebben gedaan en hard hebben gewerkt. En meer zat er niet in. Ah, de laatste kans in de 93e minuut. Dat je denkt, nog even voor het publiek, nog even. Ja, klopt. We hadden nog een kans. Ik lag zelf volgens mij in de 16 op de grond. Ja. Dus ik heb het niet helemaal goed gezien. Maar ja, dat was leuk geweest. Ja. Ten slotte kun je nog iets positiefs meenemen. Ook natuurlijk naar de richting volgende competitiewedstrijd. Ja, zeker. Ik denk dat we vooral als team heel hard hebben gewerkt. En het Ajax heel lastig hebben gemaakt. En dat is voor ons iets om mee te nemen. En we zijn sowieso weer op de goede weg de laatste tijd. Dus ik heb er zeker vertrouwen in dat we hier dingen uit kunnen meenemen. Kijk, dat is goed om door, hè? Ja, dat is altijd fijn. Powervrouwen. Powervrouwen. Ja. Hey, hartstikke bedankt, hè? Oké. Okay.